Hartelijk welkom bij Bertjes Politieke Barometer 2024 met actueel nieuws uit de Tweede Kamer. We kunnen niet wachten om over te gaan tot de realisatiefase van de beste boot voor de beste prijs inclusief levertijd. De Black Sword Barracuda van de Naval Group. Waren het niet dat wij toch nog wel wat serieuze zorgen hebben over de wijze waarop wij nu een besluit lijken te gaan nemen. U heeft een interruptie van collega Van der Werf. Ja, voorzitter, want over die zorgen lazen wij vrijdag natuurlijk een en ander in de krant. En ook daar baarden mij zorgen, want tot vrijdag zaten wij helemaal op één lijn met de heer Noordkamp. En ik kan me er nog best iets bij voorstellen dat de fractie van de heer Timmermans dacht... Voorzitter, dat ging helemaal verkeerd, voorzitter. Ik kan mij nog voorstellen dat de fractie van GroenLinks-PvdA dacht... dit voorstel met die onderzeeboten, dat knapt de VVD maar op met hun nieuwe coalitiepartners. Maar wat ik niet snap, is dat u dit punt maakt over een enorm nationaal veiligheidsproject. En ik vind dat, voorzitter, spelen met vuur. Of beter gezegd, spelen met onze veiligheid. En ik vind niet dat dit soort politieke spelletjes belangrijker zijn dan de kwaliteit van onze krijgsmacht. Dank u wel. Ja, voor de kijkers die dachten misschien bij een debat zitten, dit is toch een soort vandaag insight blijkbaar. Antwoord door de heer Noordkamp. Ja, ik moet antwoorden op een vraag die vol zit met aannames die ik niet herken. Dus er wordt iets gesteld wat ik niet herken. Dus mijn voorstel zal zijn, interruptie later voor wat het is, straks misschien een nieuwe. Want ik was net op het punt om dit toe te lichten, ook waarom de aanname van mevrouw Van der Werf niet klopt. Ja, ik moet zeggen, ik herkende wel een stuk, al moet ik natuurlijk neutraal, maar ik herkende wel een deel van de zorg. Dus ik zou het wel mooi vinden als u hier toch meteen wel antwoord op zou kunnen geven. Ja, maar dat kan ik doen, maar dan ga ik door met mijn betoog. Want succes. Ik ben nu net bij dit punt. En als het dan niet duidelijk is, kunnen we altijd nog achteraf kunnen we hier dan verder over spreken. Lijkt mij handig, zou ik zonder zijn van de interruptie van mevrouw Van der Werf. Ja, die interruptie reken ik wel hoor. Dus, nou, vind ik ook best. Nou, we hebben zojuist... Kunnen wij door? Nee, oké. Want ook zojuist hebben we gehoord dat de PVV elke vorm van verantwoordelijkheid ontkent. En dat bewijst onze angst voor de toekomst. Onze zorgen richten zich op de politiek-bestuurlijke continuïteit in zaken het project vervanging onderzeebootcapaciteit. Als bij een historisch besluit als deze, waar miljarden mee gemoeid gaan en welke vele toekomstige risico's en onzekerheden met zich meebrengt, en er een fundamenteel verschil van inzicht bestaat onder de dragende partijen in het landsbestuur, dan moet daar iets langer over doorgesproken worden dan dat we het enkel constateren en vrolijk verder gaan. Dat zou ik onverantwoord vinden. De afgelopen dagen is er in de media onterecht een beeld geschetst dat ons standpunt in deze een directe relatie heeft met de uitspraak van onze politiek leider omtrent het verlenen van politieke steun als wij nodig zijn voor een meerderheid als het gaat om de ondersteuning van Oekraïne tijdens het debat van afgelopen donderdag. Ondanks dat ik het met die uitspraak eens ben, het lijkt mij immers volkomen logisch dat we teruggaan naar de kiezer als een coalitie het niet eens wordt over zoiets fundamenteels als steun aan Oekraïne, is er geen verband met ons standpunt in deze kwestie. Onze steun om de opdracht van de vervanging van onze onderzeebootcapaciteit toe te kennen aan Scheerswerf Naval Group is niet afhankelijk van een meerderheid in de coalitie. Echter wil ik wel zicht hebben in hoe men daar politiek bestuurlijk mee omgaat. Wat gaat er gebeuren als er, net zoals afgelopen week, stukken in de media terechtkomen... Even de collega's even stil, want dan... Ja, precies, want ik wil graag ook uitleggen als me ergens naar gevraagd wordt. Als er stukken in de media terechtkomen welke dit project mogelijk onder druk zetten. Dat hebben we afgelopen week gezien en het is best aannemelijk dat dit de komende periodes, jaren ook zal gaan gebeuren. Wat gaat er gebeuren als de toekomstige risico's en onzekerheden mogelijk narigheid oplevert? Gaan we dan vingerwijzen of wordt het project dan gestaakt? Ik wil daar zicht op hebben, zodat ik voldoende comfort voel om dit project verantwoord door te laten gaan. Ik ben ook heel benieuwd hoe de staatssecretaris hiernaar kijkt. Ik verwacht dat er mogelijk een voorstel komt, welke dit kabinet verzoekt geen besluiten te nemen over de definitieve gunning van de opdracht tot de bouw van de onderzeeboten. En dit besluit over te laten aan een volgend kabinet. Een dergelijk voorstel steun ik liever niet, want uitstel in deze vorm kan leiden tot onverantwoorde vertraging. Echter vind ik het instemmen met dit historische en ingrijpende besluit, waarbij er sprake is van een fundamenteel verschil van inzicht onder de dragende partijen in het landsbestuur, en zonder dat ik meer inzicht heb in de politiek-bestuurlijke continuïteit van dit project, ook onverantwoord.
Daarom zal ik een voorstel doen om mijn vraag naar inzicht in die politiek-bestuurlijke continuïteit te beantwoorden. En dat is voor mij best fundamenteel. De heer Pol van de PVV is rapporteur geweest. Het zit hem dus niet vast op beeldvorming of onwetendheid, want hij kent alle stukken. Maar toch is hij het hier fundamenteel mee oneens. Het gaat hier om een historisch besluit vol toekomstige risico's en onzekerheden en waar miljarden mee gemoeid gaan. Op deze manier een besluit nemen is onverantwoord. Onze steun is niet afhankelijk van die van de PVV, maar mijn vraag naar inzicht in politiek-bestuurlijke continuïteit van dit project. En volgens mij is dat een heel redelijk verzoek. Ik kan daar eventueel verder over uitweiden. Zou beantwoord moeten worden. Dan worden we ook niet gedwongen om een voorstel te steunen, welke wellicht verder strekkende gevolgen zal hebben. Dat voor zover. U heeft twee interrupties. Eerst mevrouw Van der Werf en dan collega Tuinman. Oh, drie. En de heer Erkens. Mevrouw Tuinman. Van der Werf, excuus. Sorry. Voorzitter, ik constateer dat mijn vraag in elk geval geheel terecht was, want de inbreng bracht verder niet heel grote verrassingen. Waar mijn vraag over ging, is dat uw fractie vrijdag in de krant voor uitstel pleitte. U zei daarbij ook, wij hoeven niet overtuigd te worden. Dus op de inhoud steunt u die keuze en toch trok u dit weekend de steun weer in. En in het plenaire debat, ik heb het gisteravond nog even nagekeken in maart, had u het nog richting collega Stoffer over de lelijke kanten van de politiek. En nou geeft u daar zelf ook de voorkeur aan. Politieke spelletjes boven de veiligheid van Nederland. En dat in deze tijd, voorzitter, daar wil ik toch wat van zeggen. De heer Noordkamp. Ja, ik vind alles best, maar volgens mij leest u uw tekst voor wie u voorafgaand aan het debat heeft voorbereid. Als u heeft geluisterd naar mijn inbreng, dan weet u dat het niet zo is. Ik heb verklaard waarin het verschil zit tussen de uitspraak van onze politiek leider en ons standpunt in deze. Dat is niet vergelijkbaar. Heel kort, alstublieft. Voorzitter, u haalt de uitspraken van de heer Timmermans en Oekraïne erbij. Daar ben ik helemaal niet over begonnen. Ik heb het over uw uitspraken in de Volkskrant van vrijdag, waarin u na maanden van een andere inbreng ineens aangeeft, onze fractie gaat hier niet meer mee akkoord, wij gaan dit uitstellen. Terwijl u tegelijkertijd in datzelfde artikel zegt, inhoudelijk lijkt het mij een uitstekende keuze. Dan denk ik bij mezelf, wat is het dan waard om dat politieke spel te gaan spelen? Dus voorzitter, als dat je inzet is richting het debat, dan moet de heer Noordkamp niet verbaasd zijn dat hij hier kritische vragen krijgt. En ja, die heb ik inderdaad op papier gezet, omdat mij dat heel relevant lijkt. Helder, heer Noordkamp. Nee, kritische vragen zijn ook alleen maar goed. Ik heb in het voorstel niet gepleit voor uitstel. Ik heb gepleit voor dat als we geen... Kijk, dit is nog wel iets. Ik ga er niet... Dat is voor mij geen... Dat is een beetje een popiopie-argument, maar ik heb ook een gemeente bestuurd. Als een gemeente een nieuwe sporthal laat bouwen en de grootste collegepartij is het er fundamenteel mee oneens, dan wordt dat niet op woordvoerdersniveau geconstateerd en dan halen we de schouders op en dan gaan we door. Dat is, en dan heb ik, en dat is, in het voorbeeld is het een sporthal. Dit gaat over miljarden. Dit is niet zomaar iets wat hier gebeurt.